Inmiddels zijn we aanbeland bij het vijfde filmpje van onze serie en we gaan het vandaag natuurlijk hebben over het vijfde verhaal van de Trojaanse oorlog. Zoals we vorige filmpjes al gezien hebben, Menelaos wilde oorlog voeren tegen de Trojanen. Hij wilde namelijk wraak nemen omdat zijn vrouw gestolen is, maar hij wilde natuurlijk ook gewoon zijn mooie vrouw Helena terughalen. Om die oorlog tegen de Trojanen te winnen moesten alle Griekse legers samenwerken. Menelaos en Agamemnon hadden de legers van alle Griekse koningen nodig. om dan samen als één groot verzameld Grieks leger de Trojanen te kunnen verslaan. Vorige twee filmpjes hebben we dus gezien dat Menelaos allemaal boodschappen stuurt naar iedere Griekse koning. En iedere Griekse koning roept Menelaos dan ook op om hun legers te verzamelen. en naar Menelaos toe te komen, zodat ze gezamenlijk ten strijde kunnen trekken tegen de Trojanen. Maar goed, al die Griekse legers moesten dus op een gezamenlijk punt afspreken. Want je moet natuurlijk samen te strijden trekken tegen de Trojanen. Menelaus en Agamemnon zeiden dus dat al die Griekse legers naar één stadje moesten komen. En daar zouden de Griekse legers zich verzamelen. En dat stadje dat heet Aulis. Dat is een plaatsje bij de kust. En van daaruit konden ze dus naar Troje varen. Iedere Griekse koning moest dus naar Aulis komen. Maar goed, al die Griekse legers verzamelen in Aulis, dat gebeurt natuurlijk niet binnen één dag. Eerst moesten al die boodschappers van Menelaus, moesten eerst naar al die Griekse koningen gaan. En die reis gaat natuurlijk ook niet heel snel. Je had geen auto, dus ze moesten allemaal wandelen of met een paard. Daarna moesten al die Griekse koningen ook hun legers verzamelen. Dat duurt ook weer lang. En daarna moesten ze met die legers met z'n allen naar Aulis lopen. En dat is natuurlijk ook niet heel snel allemaal. Zoals dus je kan begrijpen... Agamemnon en Menelaos die zaten daar heel lang te wachten op al die legers. En in de tussentijd begonnen ze zich wat te vervelen. Nou, en wat doe je nou als je verveelt? In die tijd hadden ze nog geen Playstation en konden ze ook nog geen YouTube-filmpjes kijken. Dus wat deden Agamemnon en Menelaos? Ze deden wat alle Griekse koningen in die tijd eigenlijk deden als hobby: en dat was jagen. Achter een beest aan rennen, misschien op paard, misschien te voet, en dan zo'n beestje afslachten. En dat lekker oppeuzelen bij het avondeten. Nou ja, in principe is daar natuurlijk niks mis mee. Maar in dit geval was het toch niet zo handig om te gaan jagen. Agamemnon die doodde namelijk een hert. En dat was niet zomaar een hert. Maar dat was een hert dat heilig was voor de godin Artemis. Dat was een van de favoriete hertjes van de godin van de jacht. En dat beestje doodmaken was geen verstandig plan. Overigens, Agamemnon wist niet dat het een heilig hert was, dus eigenlijk had hij er ook niks mee van doen. Maar goed, nu had Agamemnon dus ruzie met de godin van de jacht, Artemis, of zoals de Romeinen haar noemden, Diana. Nou, in de tussentijd, de Griekse legers zijn nu bij elkaar gekomen. En de Grieken zijn klaar om in hun bootje te stappen en met z'n allen naar Troje te varen. Er is echter één probleem: de wind staat niet de goede kant op. En nu maakt het niet zoveel uit, nu zijn boos natuurlijk, die gaan op benzine of op wat dan ook. Maar vroeger had je zulke zeilen. En wilde je ergens naartoe zeilen, dan moest de wind uit de goede richting komen. En de wind stond in de verkeerde richting. Dus de wind zorgde ervoor dat de Griekse legers, die inmiddels verzameld waren, niet naar Troje konden varen. En dat is natuurlijk vervelend. Dus dacht Art en dachten Art Agamemnon en Menelaus, laten we wachten, de wind draait vanzelf. Maar de wind draaide niet vanzelf. Wekenlang, maandenlang bleef de wind uit zo'n richting komen dat de Grieken niet naar Troje konden varen. Dat was natuurlijk heel vervelend, want al die Griekse legers en al die koningen zaten nu dus eigenlijk voor Jaap Apin Aulis. De Grieken vonden dit raar, dus ze besloten: misschien is dit wel een straf van de goden. Ze gingen naar een ziener toe, Kalgas heet die. En een is iemand die de wil van de goden een beetje kan lezen. En zo aan Kalgas, Kalgas, we willen naar Troje varen en de wind staat al maanden niet in de goede richting. Hoe kan dat? Zijn de goden misschien boos op ons? Hebben we iets verkeerd gedaan? Kalgas, nou ja, die wist wat het antwoord was, en die zei dat de godin Diana, de godin Artemis, boos was op Agamemnon omdat hij haar heilige hert had doodgemaakt. De Grieken vonden dat ja vervelend. En ze vroegen hoe kan Artemis ons vergeven? Hoe kan Artemis? Ja, hoe kunnen we haar zo blijk krijgen dat de wind weer uit de goede richting gaat en dat we alsnog samen naar Troje kunnen varen? En Calgas gaf het antwoord. Het antwoord was dat Agamemnon zijn oudste dochter levend aan Artemis moest offeren, dus eigenlijk als een offerdier moest slachten voor Artemis, en als hij dat zou doen, dat de wind weer uit de goede richting zou komen. Nou, dit was natuurlijk een heel raar verzoek van de godin Diana. Want de Griekse en Romeinse goden die vroegen over het algemeen geen mensoffers. Grieken, Romeinen, deden niet aan mensoffers. En bovendien, Agamemnon wilde het helemaal niet. Hij, zijn oudste dochter, die heet Iphigenia, vond hij een heel lief meisje en die wilde hij natuurlijk niet afslachten als een soort schaap. Dus eigenlijk, Agamemnon had er geen zin in om dat te doen. Maar de andere kant, de oorlog tegen de Trojanen was. Ook heel belangrijk. Ze moesten natuurlijk naar Troje, al die Griekse koningen waren er. Dus nu was Agamemnon een beetje met een probleem. Zat hij met een probleem, met een dilemma. Wat ga ik nou doen? Ga ik de oorlog afblazen? Of ga ik mijn oudste dochter, Iphigenia, mijn lieve dochter, levend offeren aan de godin Diana? Nou ja, het is natuurlijk een leuk gedachte-experiment. Wat zouden jullie kiezen als jullie in de schoenen van Agamemnon stonden? In ieder geval Agamemnon, na lang wikken en wegen, na lang nadenken, besloot ervoor te kiezen om zijn dochter Iphigenia alsnog te offeren aan Diana, zodat de oorlog door kon gaan. Er was echter een probleem. En dat probleem was dat Iphigenia, zijn dochter, niet een Aulis was. Die zat nog lekker thuis met haar moeder in Mycène. Agamemnon moest er dus voor zorgen dat Iphigenia. Naar Aulis zou komen. Maar dat was niet zo makkelijk. Stel dat Agamemnon een brief naar zijn vrouw stuurt: Hé, hey, lieve vrouw, kom alsjeblieft met je dochter naar Aulis toe. Dan kunnen we haar afslachten als een schaap. Welke moeder zou nou ja zeggen en met haar dochter naar Aulis komen? Dus Agamemnon had een plannetje nodig. Agamemnon moest een list hebben om ervoor te zorgen dat zijn dochter alsnog naar Aulis kwam. En wat was het plannetje? Agamemnon schreef een brief naar zijn dochter Iphigenia en naar zijn vrouw die heette Clytemnestra, en in die brief stond dat Achilles, die hele sterke Griek, die spierbundel, dat hij voordat hij naar Troje zou gaan, graag zou willen trouwen met Iphigenia, en dat Iphigenia dus naar Aulis moest komen, zodat ze met Achilles kon trouwen. Nou, die brief kwam aan en Iphigenia en Clytemnestra waren natuurlijk heel erg blij. Achilles wil trouwen, dus samen gaan moeder en dochter op pad naar Aulis toe, met het idee dat Iphigenia daar met Achilles mag trouwen. Nou, op een gegeven moment komen die uh, Iphigenia en Clytemnestra komen natuurlijk aan in Aulis heel blij kom maar op, waar is de bruiloft? Nou, Agamemnon vertelt ze dat er helemaal geen bruiloft zou komen, en dat het allemaal maar een leugen was om Iphigenia te lokken naar Aulis, omdat Iphigenia geofferd moet worden aan de godin Diana. Twee mensen zijn hier helemaal niet blij mee en dat zou grote gevolgen hebben voor de Trojaanse oorlog en voor Agamemnon persoonlijk. En de eerste persoon is zijn vrouw, Clytemnestra, die wil absoluut niet dat haar dochter geofferd wordt. Is natuurlijk begrijpelijk welke moeder wil nou haar dochter dood hebben en zegt tegen Agamemnon: "Dan schaf je die hele oorlog maar af. Mijn dochter offer je niet." De tweede die boos was is Achilles. Die wist helemaal niks van die brief, en die is heel boos dat zijn naam misbruikt is om dat arme meisje naar Aulis te lokken. Nou ja, uiteindelijk, Agamemnon luistert niet naar die twee, en hij besluit zijn dochter alsnog te offeren. Op een schilderij, en dat is een schilderij uit de Romeinse tijd al, zie je dat Iphigenia naar het altaar gedragen wordt. Je ziet dat de priester al het mes in de hand heeft en dat het offer dus op het punt staat te gebeuren. Helemaal links van dat schilderij die vrouw die niet wil kijken, die het heel erg vindt, dat is natuurlijk Clytemnestra, de vrouw van Agamemnon. En helemaal op de achtergrond zie je de godin Diana met haar boog en met haar kroon. En ook het dode hertje zie je op de achtergrond. Dus ook die doet nog even mee op het schilderij. Er zijn overigens twee versies van het verhaal. In de ene versie van het verhaal wordt Iphigenia dus naar het altaar gebracht. En daar wordt ze dus gestoken door de priester. Als een offer voor Diana. En ze gaat ook daadwerkelijk dood. Tweede versie van het verhaal is dat Iphigenia uh, naar het altaar gebracht wordt. Op het altaar gelegd wordt. En net op het moment dat de priester haar zou steken als offer. komt er een grote wolk die bedekt Iphigenia. Niemand kan Iphigenia meer zien. En op het moment dat de wolk verdwijnt is ook Iphigenia weg, want wat is er namelijk gebeurd? De godin Artemis heeft Iphigenia in een wolk meegenomen, naar de krim gebracht, dat schiereiland dat het bij Oekraïne en Rusland hoort, daar maken ze tegenwoordig nog ruzie over. En daar op de kring mag Iphigenia dan de priester van Diana zijn. Je moet nog wel onthouden, er waren dus twee mensen die heel erg boos waren vanwege het offer. De ene is de vrouw Clitemnestra en die zou het agamemnon nooit... Vergeven. Dus nadat de oorlog afloopt in Troje, tien jaar later, en Agamemnon komt thuis, dan eh, ontvangt Clytemnestra haar man. Agamemnon doet alsof ze heel blij is dat hij terug is. Hallo man, er komt een mooi feestmaal aan voor jou. Maar ga eerst lekker in bad zitten, neem een warm bad. En op het moment dat Agamemnon in bad gaat zitten, en lekker al zit na te denken over dat mooie feestmaal dat Clytemnestra voor hem aan het maken is, komt Clytemnestra de badkamer binnen. Met haar nieuwe vriend. En in dat bad wordt Agamemnon bruut neergestoken. Clytemnestra zou het Agamemnon nooit vergeven dat hij haar dochter heeft geofferd. De andere die boos was, is Achilles. En het zou eigenlijk nooit meer goed komen tussen Agamemnon en Achilles. Ze zouden altijd ruzie blijven maken. En dat zou grote gevolgen hebben voor het Griekse leger later. Maar goed, of nou de Iviernaeërs. Echt geofferd is aan Diana, of dat Diana net op het laatste moment Ivegenij heeft ontvoerd in die wolk. In ieder geval, Diana is weer tevreden en zorgt ervoor dat de wind weer de goede richting ingaat. Nu kunnen de Grieken hun bootjes stappen, en dat waren duizend bootjes, en ze gingen nu samen naar Troje varen en de oorlog kon beginnen. En zoals je weet, die oorlog zou tien jaar duren. Volgend filmpje gaan we gelijk praten over het tiende jaar van de Trojaanse Oorlog. De negen, eerste negen jaar slaan we dus compleet over. En we gaan dus verder praten over Achilles en hoe hij uiteindelijk zou sterven. Maar dit is het einde van het vijfde filmpje.